Hallo allemaal, ik wil het deze keer graag met jullie hebben over het niet toedienen van de leptospirose-enting bij het inenten van de Chihuahua-pups. Lepto is geen verplichte enting, maar een geadviseerde enting. De ziekte wordt overgedragen door urine van dieren of door water of aarde die dierlijke urine bevat. Een hond kan na het graven in besmette aarde of het oplikken van een plasje van een ander hondje besmet raken met de ziekte van Weil. Leptospirose, die onder andere ook wel eens lepto, ziekte van Weil of rattenziekte wordt genoemd. Het is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door tenminste 4 verschillende soorten Leptospira-bacteriën. Er zijn meer dan 20 verschillende types die honden mogelijk ziek kunnen maken. Het is een bacteriële ziekte die veel dieren kan infecteren. Het komt zelden voor bij katten, maar komt vaker voor bij honden. Als een hond eenmaal is blootgesteld aan lepto, is het belangrijk om te weten dat het niet betekent dat hij per se ziek wordt. Sterker nog, veel honden vertonen zelfs helemaal geen symptomen. Welke honden hebben een hoger risico? Honden die zwemmen in vervuild water. Honden die water drinken in stilstaande plassen, sloten of vijvers. Honden die bijtwonden hebben opgelopen van geïnfecteerde dieren, zoals ratten. Honden die in aanraking komen met besmet voedsel of urine op de grond van bijvoorbeeld ratten. En reuwen hebben een groter risico dan teven, omdat ze meer geneigd zijn urine van andere honden op te likken. Als je hond na de vaccinatie toch de ziekte ontwikkelt, kan het komen doordat de hond niet juist gevaccineerd is voor leptospirose. De ziekteverwekker wordt niet door het vaccin gedekt. Helaas is het ook mogelijk, ondanks dat je hond gevaccineerd is tegen de ziekte van Weil, dat je hond alsnog ziek wordt en overlijdt. De vaccinatie biedt maar bescherming tegen een klein deel van de bacteriën die de ziekte van Weil kan veroorzaken. Je hebt dus geen garantie dat je hond geen ziekte van Weil krijgt als je hem toch hebt laten vaccineren. De inenting die je inspuit kan helaas wel lichten tot zeer ernstige bijwerkingen zorgen. Een hond kan ziek worden na een inenting van de ziekte van Weil. De bijwerkingen van de enting verschillen per hond. Wij als ervaren Chihuahua-fokker hebben helaas moeten meemaken dat enkele van onze pupjes na het toedienen van deze lepto-enting zeer ziek werden. En er zijn zelfs Chihuahua-pups door deze lepto-enting overleden. In overleg met onze dierenarts hebben wij daarom besloten dat de lepto-enting bij onze Chihuahuas niet meer wordt toegevoegd aan de cocktail. Leptoenting is nogmaals niet verplicht in Nederland. Er is een te hoog risico met het ras Chihuahua. Daarom geven wij deze leptoenting niet, of pas later als de pup wat ouder is.